Devil Seat Eindhoven. Krijlen, 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 krijlen. Oh, 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 oh. Krijlen, 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 krijlen. Oh, oh. En ik zit in een coupé en ieder ook een tweede gang. Het is wel een soort van nieuwe, nieuwe erkenning of zo. En we hadden al niet te klagen. En dan komt er weer een podium bij dat we mogen bespelen. En daar kijk ik erg naar uit. Het theater is natuurlijk een programma wat je 2 uur en een kwartier speelt. Dat is weer heel anders. Een stadion is natuurlijk, vraagt spierballen en heel veel visuele ondersteuning. En de clubtour is volgens mij recht in je gezicht. En zo gaan we het ook aanpakken. Ik ga naar mijn leven toe, is dit de goede trein? Hij zegt dat staat niet op je kaart. Dat weet waar jij moet zijn. Nou, nou. Krijgen, 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 krijgen. Oh, 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 oh. We hebben er wel eerst dan erg veel zin in, dat voor ons wel onontgonnen gebied is. Ik bedoel, ik denk niet dat je... Als je 6 jaar geleden bij de directeur van Paradiso had gezegd, die jongen van Kedengedeng die staat straks daar te zingen in de Neusse Club Tour, dat hij had gezegd, nou, dat weet ik nog niet. Het feit dat we dat nu wel mogen doen, voelt goed. Hoe komt dat? Wat hoor je? Waarom mag het nu wel? Ik heb geen... Ja. Ah, heb je toch wel gevraagd, denk ik? Nee, ja, nee, want die heb ik niet gesproken. Maar men heeft het is wel min of meer een soort van, nou, hij is goed bezig. Zo ja. Voelt het wel, eigenlijk. Die... Het begint ergens om te lijken qua muziek. En ik was al geopereerd en alweer back on speaking terms, maar nog niet zingend, zeg maar. Gewoon, ja. Ik zat nog in de rustfase. Dat hij belde en hij zegt, ik hem ook. En, ik ga naar die arts toe, die jij hebt gezegd waar ik naartoe moet gaan. En wat kan ik verwachten en wat gaan ze doen? En daarna is het een beetje de gang van zaken uitgelegd. En, ja. En dan is het wel fijn om even met een bloedbroeder en een vakbroeder te praten over wat er de komende tijd... Want hoe je het bent of keert, de eerste periode baal je natuurlijk als een stekker. Want je moet dingen waar je naar uitkeek en die je... met veel plezier in de agenda had gezet, gewoon gaan afzeggen. En je mag niet meer wat je het liefste doet, dat is zingen. Want het rijdt wel met het vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam, om te zien als zij daar. Die dingen komen pas naar boven, als je te veel doet. Ja. En wat dat betreft, ja, heb ik al het gevoel dat het een beetje ook wel een vakblessure is of zo. Weet je, als een voetballer een spier scheurt bij overbelasting. Het is, omdat laten helen kost het alleen maar rust. En meer niet. En een ingreep op een polyp duurt nog geen 20 minuten. Okay. En het is heel goed te behandelen. En als er nog een terugkomt, die ook. En alleen, ja, het duurt lang. Het enige wat helpt is rust. Ja. Rust, rust, rust. Krijgen, krijgen, krijgen.